Mijn alibi wordt nu wel echt slecht. Oh nee, hij mikt op mij. Hij mikt op mij. Hij is boos. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we iets leuks doen. Ik ga namelijk mensen trollen in Murder Mystery. Ik ga kijken of ik puur door de chat mensen elkaar kan laten vermoorden. Dus die eigenlijk gewoon onschuldig zijn. Maar ik ga zeggen van, yo, hij is de moordenaar. En dat hij dan alsnog die persoon gaat vermoorden. Ik ga kijken of dat mogelijk is. Mocht jij dit soort experiment trolls leuk vinden, smash dan even dat duimpje omhoog. Dan weet ik dat ik vaker dit soort dingetjes moet verzinnen. Dus nu gaan we gewoon lekker beginnen met de game. En kijken of we wat mensen kunnen trollen. Dat ze elkaar gaan vermoorden. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zie dat ik zelf de detective ben. Dus dat maakt het ook nog even interessanter. Ja, ik ga dus kijken of mensen elkaar gaan neerschieten doordat ik zeg dat één iemand de moordenaar is en dat ze dan de ander gaan neerschieten. We moeten dus dan wel eerst even wachten totdat ze überhaupt een boog hebben. Ik ga natuurlijk gewoon de normale game ook spelen zoals je de normale game hoort te spelen. Ik vind het wel een beetje raar dat meneer Steen achter mij aanrent, maar blijkbaar is hij niet de murderer, anders had hij me daar wel vermoord. We gaan dus even wachten tot mensen überhaupt een boog hebben, want anders kunnen ze elkaar niet neerschieten. En dan gaan we iemand verzinnen. Iemand die waarschijnlijk gewoon een herkenbare skin heeft. Dat is wel het handigst. Wie weet is die persoon ook gewoon een moordenaar. Dat zou wel echt super nice zijn. Dat we gewoon random iemand benoemen. Maar dat diegene wel vermoord. Damn, er gaan veel mensen dood. Maar er hebben nog niet heel veel mensen een boog. OMG. Ja, ik moet eigenlijk in de buurt zijn van degene... die ik ga zeggen dat de moordenaar is. Oh, oh, shit. Oké. Okay. Laat maar. Ik ben al dood. Die dude was echt snel. En shit, nu ben ik zelf de moordenaar. OMG. Ik wil gewoon mijn troll uitvoeren, oké? Ik wil kijken of ik mensen elkaar kan laten vermoorden. Mensen gaan nu al zelf dood. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Oh, kijk, wat de heck? Leer springen, jongens. Of niet? Holy shit, toch maar 10 over. Dit gaat zo snel. Ik heb niet eens tijd om de troll te doen. Holy shit. Ik heb nu al gewoon nog maar 9 mensen over. Ik ga ook gewoon lekker mensen vermoorden. Ik vind het allemaal wel mooi zo. Ik vind het allemaal wel mooi. We gaan straks kijken of we iemand kunnen trollen. Zit iemand in de geheime gang? Ah, nee. Nee, nee, nee. Niet vandaag. Niet vandaag. We gaan gewoon naar boven. Yo. Oh, pardon. Pardon. Ik hoor de mensen naar beneden flikkeren. Dat de trap is opengezet. Ik ga gewoon naar de trap toe. Trap, trap, trappity trap. Ik gooi mijn zwaard. Oh man, zo bijna raak. Zo bijna raak. Oké, hij gaat die kant op. Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Volgens mij zag ik hem net naar buiten rennen. Yes, daar is hij. Boeiaa! Ik heb hem! Ik heb die schafuit. Er zijn nog maar 5 mensen over. Dit gaat echt mokergoed. Holy shit. Oké, okay, nou ja, nog maar 5, blijkbaar. Het gaat best soepeltjes. Ja, ik moet eigenlijk via de andere kant komen, hè. Want ik denk dat iedereen boven nu wel een beetje een boog zal hebben en dat soort dingen. Dus ik moet wel een beetje oppassen. Ze zullen waarschijnlijk weten dat ik het ben. Ja, of ik moet nu natuurlijk zeggen dat iemand anders het is. Maar dat is wat lastig, omdat ik niet weet waar iedereen staat en zo. Hi. Is hier iemand? Hallo? Hallo? Ze weten denk ik nu sowieso dat ik het ben. Dus dit wordt een probleem. La la la, ik ren hier gewoon. Ik ren hier gewoon. Oh, er komt iemand aanlopen. Er komt iemand aanlopen. Oh, ze rennen allemaal weg. Ze rennen weg. Why? Wat heb ik gedaan? Oh shit. Oh my god. Hij wist het. Hij wist het. De vuilak. Ik zag hem helemaal niet meer, joh. Ik dacht dat hij was weggerend. Shit. Oké. Nu gaan we gewoon focussen op de troll, jongens. Nu gaan we focussen op de troll. Dat was ons doel überhaupt. Alleen ik werd opeens per ongeluk de moordenaar. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde niet de moordenaar zijn. Ik ga gewoon iemand uitzoeken en dan zeg ik dat diegene het is. En dan ga ik er gewoon constant achteraan rennen. Dus we gaan eerst...
Even kijken, we gaan eerst een slachtoffer zoeken. Iemand met een herkenbare skin. MC Nick M. Ik denk dat dat wel een goeie is. Hij heeft een beetje een soort van hoed op. Ja, kijk, kijk. Oké, okay, nice. Nu moeten we alleen hopen dat hij het niet echt is. Maar ik ga dus mensen wijsmaken dat hij de moordenaar is. Moeten we eerst wachten tot iemand doodgaat, anders is het niet... Hoe heet dat? Anders is het niet geloofwaardig natuurlijk. Oké, okay, nou er zijn een paar mensen dood. MC Nick... Wacht even, hoe heet hij nou? Nick M. Oh my god, it's... oh my god. MC Nick M is murderer. Oké, okay, ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Nu gaan we kijken of die wordt neergeschoten. Yes. Oh, hij zegt ook nog yes. Pak hem. Iemand. Kill hem. Zouden ze het geloven? Ze kijken hem nu wel echt raar aan. Now run because I am pro. OMG. Ja, kijk, het klopt wel. Hij is hier en niemand gaat dood. Uh-oh. Oh, shit. No, daar ging mijn hele alibi. Noob, friend, murderer. I am not murderer. Lucas Gaming is... Oh, shit. Maar waar is de detective? Iemand moet hem neerschieten. Iemand moet hem neerschieten. Mijn alibi wordt nu wel echt slecht. Oh, nee. Hij mikt op mij. Hij mikt op mij. Hij is boos. Hij is boos. Niemand doet ook iets. Iedereen staat hier gewoon. Don't kill me. Don't kill me. He's gonna kill me. He's gonna kill me. Kill someone else. No. Ik heb niets misdaan. Ik heb niets misdaan. Ah! Schiet op haar. Oh. Oeh. Dit is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. Oh, we hebben gewonnen. Told you. Oh, hij is mad. Oh my god. Sowieso dat hij me wilde killen. Sowieso dat hij mij wilde killen. Oh. Maar hij is niet vermoord door de rest. Misschien moet ik wachten totdat er iets minder over zijn. Dat het dan iets... hoe heet dat? Dan geloven mensen misschien iets sneller. Want dit was natuurlijk wel... Hij stond gewoon in het midden en de rest ging allemaal dood. En hij stond daar gewoon... Nee, ik deed helemaal niets. Ik deed helemaal niets. We moeten iemand gewoon vermoord zien te krijgen. Doordat... hoe heet dat? Doordat ze denken dat hij de moordenaar is. Dat moeten we gewoon kunnen doen. Maar we moeten eerst wachten. Ik denk tot iets van... Weet ik veel, 6 man of zo? Ik denk dat het dan wel te vertrouwen is. Wat? Iemand is nu alweer dood! Hoe dan? Hoe kan je zo snel doodgaan? OMG. Er had niet eens iemand vermoord. En hij was al dood. Nou, lekker bezig, man. Lekker bezig. Nou, we hebben gewoon nog weer een kans. Oh, dit is in de... Hoe heet dat? Met het pretpark, volgens mij. Ja, ja, ja. Dit is het pretpark. Oké, okay, laten we kijken of we het hier kunnen laten gebeuren. Ik hoop alleen dat ik zelf niet de detective word, want... Ik moet natuurlijk iemand anders hebben die de boog heeft. Precies. Helemaal goed zo. Oké, nu moeten we weer iemand gaan vinden die een beetje herkenbaar is. Ik denk Scorpius. Hij is wel herkenbaar. Hij is wel herkenbaar. Nou, dan moeten we eerst überhaupt kijken dat hij het niet is. Of tenminste, eigenlijk zou het niet eens uitmaken, want we willen gewoon dat hij doodgaat. Scorpius. Oké, we wachten even op een aantal mensen. Rustig aan. Rustig. Oké, de eerste mensen gaan dood. Hartstikke goed. Ik moet het gewoon even overleven. Ja, ik ga zelf wel even zorgen dat ik een boog heb. Dat ik überhaupt veilig ben voor de murder. Want waar is hij? Ik zie daar nog levende mensen. Hij gaat wel hard. Oh, wacht even. Daar ligt iemand. Dus het is wel aan deze kant. Is zij het? Nee, zij is het niet. Oh, hij is het. Hij is het. Oké, jongen in het blauw. Jongen in het blauw. Oeh. Oeh. Oké, okay, ik heb het overleefd. Ik heb het overleefd. Oh, de detective is dood. Nee, Scorpius is ook dood. Oh, shit. Oh, nee.
Oké, dan moeten we die meid. Die Zicky. Maar shit, Zicky is ook al dood. Wie moet ik nu zeggen dat het is? Zij, die witte. Oh, zij is de detective. Is ze nou zichzelf aan het neerschieten? Oh, daar is hij, daar is hij. Daar is hij! Kijk nou, detective! Detective! Oh my god! Iedereen gaat dood! Oké, we moeten iemand zeggen. It's Zicken. She is murderer. Oké, shit, ze gaat achter Zicken aan. Dit gaat niet zoals gepland. Dit gaat absoluut niet zoals gepland. I agree. Oh my god. Oh jeetje, dit gaat helemaal fout. Daar komt die dude. Hij houdt ook gewoon zijn dagger vast. Dat maakt hem echt niet uit. Oh shit. Hij killt iedereen. I am not, zegt Zicken. Oh, daar rent hij. Oh my god. It is Zicken. It is you. I saw it. Oh nee. Ah! Hij gooit zijn ding. Oké, wat gaan we doen? Gaan we Zicken vermoorden? Of die dude? Eén van de twee. Gaan we gewoon voor die dude? Ik weet niet waar die is. Hij is weg. Zijn ze met de monorail? Ah! Fuck! Ik schrok me echt helemaal kapot. Nee! Het is zo moeilijk. Het is zo moeilijk om iemand vermoord te krijgen. Want meestal gaan ze er zelf ook nog in mee. Maar niemand durft iemand anders te vermoorden. Shit. Dit is echt lastiger dan ik dacht. Ik dacht eigenlijk wel dat ik gewoon kon zeggen van... Yo, het is diegene dat ze dan diegene gingen vermoorden. Maar iedereen is zo voorzichtig in deze game. Waar ben ik? Oh, die innocent. Ik heb trouwens echt wel weer een grote kans op... hoe heet dat? De moordenaar te worden. Oké, we moeten weer iemand vinden. De top Daria, die is wel makkelijk te herkennen met haar blauw haar. Of Gangsta Creepa. Op zich is die ook wel goed te herkennen. We gaan wel proberen Gangsta Creepa. Ik ga het wel iets eerder doen deze keer. Bij iets van... oh shit, mensen gaan neer. Oké, ik denk bij iets van 8. 8 mensen. Is Gangsta Creepa er nog? Gangsta Creepa is er nog. Oké. Hier is 10 zijn nog levend. Oké, nog 9. Oh, hier is Gangsta Creepa. Zeg me niet dat jij hem bent, alsjeblieft. Oké, hij is hem waarschijnlijk niet. Gangsta Creeper is murderer. Oké, nice. Nice, niemand verwacht het. Shit, is hij net dood? Nee, hij is niet dood. Oké, nu gaan we kijken wat er gebeurt. Nu gaan we gewoon kijken van een afstandje wat er gebeurt. Gaat hij doodgeschoten worden door iemand? Ik hoop het zo. Ik hoop het zo. Ik hoop dat mensen het hebben gelezen. Ik blijf gewoon een beetje... Ah! Hier is hij. Hier. Hij is hier. Oh my god. De dude met de boog rent er langs. Oh man. Oh man. Gangster Creeper gaat zichzelf ook echt verschuilen. Hij is onder gaan duiken. Oké, ik neem zelf ook even een potion. Gangster Creepa. Blijf in leven, vriend. Blijf in leven. Ik neem dit. Wat krijg ik? Invisibility. Oeh. Maar hij leeft nog steeds, dus dat is wel goed. Alleen ik wil dat iemand anders hem vermoordt. Oh, kijk, daar is ook nog iemand. Ik zag hier iemand lopen, dacht ik. Of niet? Oh shit, hij is het. Oké, we weten in ieder geval wie het is. Namelijk Leon. En alleen Gangster Creeper en ik zijn nog levend. Dus ik pak deze snel. Ah, shit! Ah, ja, nu is alleen nog Gangster Creeper over. Dus nu wordt het nogal lastig. Oké, ik ga het nog een keer zeggen. It's Gangsta Creeper. Oh, het is in de dead chat. Oh, dat is nu een andere chat geworden. Ah, dat is wel interessant. Oh, en hij heeft hem gevonden. Gaat hij vermoorden of niet?
Wat ben je aan het doen? Hij is gewoon de AFK gangster creeper. Die denkt van, yo, fuck dit, ik vertrouw het allemaal niet meer. En hij gaat gewoon weg. Wat is dit nou? Gaat hij schieten? You win. The murder has been stopped. Wat? What the f... Huh? Heeft hij dat zichzelf vermoord? Ik snap er echt helemaal niets meer van. Oké, okay, nou, fuck it. Ik wil nu gewoon nog murderer worden. En dan vind ik het wel trollen wel mooi geweest. Want mensen trappen er niet in. Eerst was dat wel zo. Maar misschien omdat zoveel mensen nu bezig zijn. Shit, ik ben detective. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil gewoon mensen trollen, oké? Okay? Oké, okay, we weten My Mindplex. My Mindplex. Dat wordt onze... Hoe heet dat? Verdachte. Die gaan we proberen verdacht te maken. Zijn, de eerste mensen zijn al dood. Ik weet niet waar ze zijn dood gegaan. Ik zit een beetje te kijken. Vertrouw ik jou? Ja, denk het. Waar gaat iedereen neer? Wow. Er gaan wel veel mensen neer. Oh shit, it's Steve. Boy, ja, Steve, op je bakkes, jongen. Op je bakkes. Oh, we hadden geen tijd voor de troll, maar we hebben wel Steve vermoord. Dus dat is wel nice. Dat is wel nice, dames en heren. Dat is wel nice. Oké, laten we nu eens kijken. Laten we nu eens kijken. Ik wil gewoon... murderer worden. We hebben een 23% kans. Kom op. Dat gun je mij toch wel. Ah, weer onschuldig. Ik wil dat niet. Ik ben helemaal niet onschuldig. We gaan weer overleven. We gaan weer iemand als moordenaar aankaarten. En we gaan kijken of het werkt. Ik hoop het, jongens. Ik hoop het. Tot nu toe. Niemand dood. Kijken of ze de val openzetten. Yo, ik kom gewoon hierheen. Yo, supergezellig. Vertrouwen wij het? Gaan we springen? Oh, oh, oh! Dat was close. Jij ging daar bijna aan. Oké, we kunnen veilig oversteken. We hebben lekker wat gold. Iedereen is alleen maar dat ding open aan doen om elkaar te vermoorden. En dat kunnen we natuurlijk ook doen. We kunnen ook nog trollen via die weg. Oké, laten we gewoon kijken. Wachten tot iemand er overheen komt. Zij gaan sowieso, één van de twee gaat er wel overheen. Kom op, loop er overheen. Yes, later! Oh. Oh, maar het jammer is wel... Of nee, het is juist wel goed. De moordenaar heeft nog niemand vermoord. Dus we kunnen iemand aanwijzen. Wie is hier in de ruimte? Of wie komt er net binnen? Hij komt net binnen. Wat is zijn username? Oeh, hij was bijna dood. Oh, dat is die My Mindplex. Maar... Oké, we hebben hem nu in ieder geval gezegd dat hij de moordenaar is. Kijken wat mensen gaan doen. Kom op. Maak me trots, mensen. Iemand schiet hem neer. Of is hij... Oh, shit. Oh, hij schoot op mij. Vuilak. Hij is een detective. Dat is echt wel echt de allerslechtste die ik heb kunnen kiezen. I'd die if I did. Oh, kan je als detective wel onschuldige mensen schieten? Ik snap... I don't know. Yo, ligt er echt veel gold. Ik zou echt het gold oppakken als ik jou was. Oh, shit. Oh, yes, ik had hem. Yes. Ik had hem. Oh, wacht even, zeg ik wat. Oh, ik wilde moorden. Detective. Oh, fuck. Ik had de detective willen vermoorden. Oh. Oh, sorry. Then Malik is murderer. Oh, you picked up the bow? What? Huh? Hoe heeft hij hem nou aan mij gegeven? En nu zegt iemand tegen mij, Savage. Zo, dat is mijn naam hier. What up, dude? Ik ben gewoon meester detective.
Ik ben meester detective. Waar is de murderer? Yo, er ligt wel veel gold daarop, hè. Jongens, ik zou echt dat gold pakken als ik jullie was. Ik zou echt dat gold pakken. Er ligt echt massief veel gold. Zoveel gold. Nee, hij schudt zijn hoofd. Nee. It's a black and red guy. Ja, dat is deze. Dat is deze dude. Dat zei ik al vanaf het begin. Waar is de moordenaar? Die is hier gewoon helemaal niet. Fine. Oh, gaat hij er overheen? Ik wil nog iemand vermoorden. Wat de heck gebeurt hier? Wat gebeurt hier allemaal? Oh, wie schoot op wie? Wie schoot op wie? Waar is de... Ha? Waar is de moordenaar? Kent hij deze map überhaupt? Ik snap helemaal niets meer van deze game. Helemaal niets meer. Het enige wat ik snap is dat ik Mineplex ga vermoorden. Oh no! Boeia! Yes, we hebben gewonnen! Hey, GG! GG! Die Mineplex zal nu echt zo pist op mij zijn. Ik wist dat hij het niet was. De moordenaar zat ergens beneden. Maar alsnog, ik wil het gewoon puur doen om hem te trollen. 24% kans murder, kom op! Gun mij. Jeetje, weer onschuldig. Ah, oké. Zit ik nog steeds met die Mineplex? Of niet? Nee, ik zit niet meer met hem. Ah, man! Oké, we gaan weer iemand proberen te naaien. Kijken of het lukt. Iedereen is zo braaf. Het is echt ongelooflijk. Misschien moet ik volgende keer een tweede account inloggen of zo. Dat ik dan nog een keer kan zeggen van... Hé, maar hij is het echt. Ik zag het ook. Dat is misschien iets geloofwaardiger. Of met een paar mensen of zo. Met 5 man. Allemaal zeggen dat 1 iemand het is. Dan geloven mensen denk ik wel sneller. Shit, mensen gaan dood. Ik ga weer kijken of ik onschuldige mensen kan vermoorden. Niet dat dat een van mijn hobby's is hoor. Dude, die persoon is aan het huishouden. Oh, en we hebben gewonnen. Oké. Nou, we gaan gewoon nog 1 game doen. Kijken of ik de moordenaar word. Want ik heb een hele grote percent kans. Ik hoop het. Het zou een leuk einde zijn. Het zou een leuk einde zijn. Een 20% kans. Zo net was dat meer, toch? Zo net was 26. Nou ja, alsnog 1 op 5, dat is best veel. Dat is een best grote kans. Word ik de murderer, dames en heren? Wordt hij het? Ah, onschuldig. Onschuldig. Ik mis die goede oude tijd waar ik murderer was. Maar ik heb in ieder geval deze game een murderpotje gespeeld. Wee. Oho! Man, dat was close. It's dit maar. Oh, mensen gaan het nu al zeggen. Dat is helemaal niet... Eerlijk. Maar oké. Ik doe wel mee. Dit maar. Maar hij heeft zo'n moeilijke skin om te herkennen. Cool man. Ja, cool man zit wel hier. Dus ik moet eigenlijk even kijken dat iemand nu naar binnen gaat komen. En dat we die dan zeggen dat het diegene is. Ik denk dat dat het slimste is om te doen. Moet even wachten op iemand... Is his skin all black? Ja, en zeg ik yeah. That's him. Oh nee, die is net dood gegaan. Shit. Oké, dat werkt niet. Voor wie gaan we dan? Dorpeling. Dat is een Nederlander. Dorpeling Floris. Dorpeling... Dorpeling is murderer. Kijk of ze dat geloven. Kijk, daar staat hij. Daar staat hij. Daar. Iemand, pak hem dan. Daar is hij. Daar is hij. Pak de dorpeling. Hij is niet te vertrouwen. Hij zegt ook niets. Oh, kijk, hij rent erop af en hij pakt zijn boog.
Oké, misschien gaat dit werken. Ah, man. Ah, wat was dat close. Dat was echt het moment dat hij ging schieten. Ik voelde het gewoon. Jammer, jammer, jammer. Jongens, willen jullie dat ik misschien iets anders ga doen de volgende keer qua trollen of zo? Laat even weten. Ik vond dit best wel grappig. Jammer dat het niet gelukt is. Ik had echt het gevoel dat die gast op het punt stond om hem neer te schieten. Maar het ging net niet gebeuren. Ik hoop desondanks dat jullie een leuke video vonden. Vond je het leuk? Smash even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren. En zie ik jou volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot volgende keer, mensen. Ciao.